hé, hey, daar staat de Franse Humvee. Le Humvee van Citroën. Nee, dat is de eerste dag natuurlijk en dat is ook absoluut niet het geval. Natuurlijk geen Humvee in 2022. Dit is een nieuwe conceptcar. Bam, klap voor mijn hoofd van Citroën, want ik mag geen conceptcar zeggen. Dit is een studiemodel. Het is een auto die bedoeld is als studie naar nieuwe constructies, naar nieuwe ideeën, naar nieuwe concepten. En dat moet deze auto straks gaan worden. Dit is het model voor allerlei nieuwe duurzame Citroëns die er gaan komen. En er komen vier kernwaarden bij kijken. Dat is fun, plezier dus. Versatility, dat is veelzijdigheid. Hij moet betaalbaar zijn en hij moet vooral duurzaam zijn. Nou, laat ik met dat duurzame beginnen. Overigens, zelfs voor ik het vergeet, ik wil het even over de naam hebben. Want het is de Citroën Oli. En Oli staat in het Frans voor all electric. Ik heb ze net uitgelegd wat Oli in het Nederlands betekent. Een beetje grappig is het wel. En ik denk dat ze het naam van Nederland gaan veranderen als hij ooit komt. Maar dat geldt terzijde. Hij is dus duurzamer. Dat betekent onder andere dat de auto langer mee moet. Mensen moeten langer willen doen met de auto. Het is niet alleen een auto, het is een vriend, een ami. Hey. En daarnaast is de constructie ook heel duurzaam. Dat heeft te maken met de materiaalkeuze, maar ook de eenvoud van dingen. Achterbumper bijvoorbeeld is precies hetzelfde als de voorbumper. Dat is, ja, uitwisselbaar. Je kunt dezelfde matrijzen gebruiken. Is gewoon logistiek ook veel makkelijker, diezelfde bumpers. Portieren zijn hier kaarsrecht. En grappig, de voorruit is ook kaarsrecht. En dan denk je, dat is niet zo slim als je heel zuinig wilt zijn, want ja, dat is slecht voor de luchtweerstand. Nou, twee dingen. Allereerst is deze auto begrensd op 110 km per uur. En dan maakt de luchtweerstand niet zo gek veel uit. Maar belangrijker is, de kortste weg van boven naar onder is een rechte lijn. Dat betekent dat je zo min mogelijk glas hebt. Dat is lichter, dat is goedkoper, dat is duurzamer. En je hebt minder zonlichtinval, dus de airco hoeft minder hard te werken. Nou, er valt misschien ook op dat het dak helemaal plat is van een soort klapbestendig materiaal. De motorkap ook. Dus ja, daar kun je op staan, zeggen ze bij Citroën. Ik heb geen idee waarom je op je motorkap zou willen staan, maar het kan dus gewoon wel. Ja, aan de voorkant hier ook het nieuwe lichtsignatuur. Alles keurig recht toe, recht aan. Op zich leuk gedaan en heel opvallend, het nieuwe Citroën logo. Jawel, tada, daar is het. Straks op andere Citroëns ook te zien. En dat is een beetje een teruggreep naar het oude logo uit de tijd van André Citroën. Terug naar hun basisprincipes eigenlijk betekent dat. Weet je wat, dat mij een beetje doet denken aan die Volkswagen Passat van midden jaren 90. Met die vlakke neus en dan zo'n Volkswagen logo erin. Dat doet me aan denken. De zijruiten hebben een hele grappige knik erin. Dat betekent hetzelfde eigenlijk, omdat het hier het onderste deel naar beneden afloopt, naar binnen toe afloopt, betekent dat je minder zonlichtinval hebt. En dat betekent dus weer dat je airco minder hard hoeft te werken. Hey, denk je dan, de ramen kunnen niet open. Dat kunnen ze wel, maar op een andere manier. Grappig, hè? Zo werkt het natuurlijk gewoon wel. En ook het interieur is heel bijzonder hoor. Het is heel veel dezelfde materialen. Allemaal is die vloer en die stoelen zijn allemaal van hetzelfde materiaal gemaakt. Dat betekent niet alleen dat het logistiek makkelijker is, maar het is ook makkelijker te recyclen na einde levensduur van de auto. Kijk ook die deurpanelen, bestaan uit twee lagen metaal. En verder alles hier, dus zijn de deurgreep met een touwtje. Het is allemaal doodsimpel in alle eenvoud en daardoor moet het allemaal ecologischer worden. Dashboard is hier over een heel breed scherm. Dat is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dat communiceert met je smartphone. Daar wordt alles uitgehaald. En ook dat betekent dat alles makkelijk geüpdate kan worden. Zodat ook 10 jaar later de auto nog steeds weer helemaal up-to-date kan worden gemaakt. En je dan niet met een oud, krakmikkig ding rijdt. Ja, de stoelen bestaan uit de constructie 1. Grote buis die hier helemaal omgebogen is en 3 lagen van een soort kunststof gemaakt door Bas F. Je weet wel van die cassettebandjes. En dat voelt redelijk hard aan, maar wat lekker. Achterin heb je ook stoelen met een soort hoofdsteunen die uit het dak komen. Het lijkt wel van die droge kappen bij de kapper. Maar het zijn dus hoofdsteunen die naar beneden geklapt komen. En jawel, helemaal up-to-date voor een eenmaal van deze tijd bij een conceptcar. Je hebt suicide doors. Kijk, en dan ga je lekker zitten. Hoppa. En mocht je ergens je vinger openhalen, zit hier een first aid kit onder de stoel. Ook altijd handig. Voor de rest hier een mooi schermpje, USB-aansluitingen. Nou, een bijzonder zicht omheen, zou ik maar zeggen.
Ja, en ook in de wielkasten nieuwigheden, want de wielen zijn, de binnenkant van het wiel is van staal, dat is beter recyclebaar, maar de buitenkant is wel van aluminium. En interessanter zijn deze banden die samen met Goodyear zijn ontwikkeld speciaal voor deze auto. Bijzonder aan deze banden is dat het loopvlak is te vervangen. Dat kan tot 2 keer, dat is bij de bedrijfsauto's heel normaal, maar bij personenauto's nog niet het geval. Hier kan het wel 2 keer, zoals ik al zei, en dan zou je in totaal zo'n 500 kilometer, 500.000 kilometer natuurlijk, met een setje banden moeten kunnen doen. Ja, en dan nog de aandrijflijn natuurlijk, want deze auto rijdt echt, jawel. Hij heeft een accu van 40 kWh, dat is niet zo gek veel, maar genoeg, denkt Citroën, omdat hij heel zuinig is. Hij zou zo'n 400 kilometer moeten kunnen rijden met die 40 kWh. Dus dat zou wel inderdaad heel zuinig zijn, zo'n 10 kWh per 100 kilometer. Of dat gaat lukken, valt om te zien, blijft natuurlijk een concept, maar we gaan allerlei dingen van deze auto terugzien in toekomstige Citroëns.